Goedenavond allemaal. Welkom bij webinar 3 over de basisprincipes van brandbestrijding. Fijn dat je kijkt. Mijn naam is Brian Smits, trainer-adviseur bij het Instituut Fysieke Veiligheid. Dit is de derde aflevering van de serie webinars over de basisprincipes van brandbestrijding. Deze derde webinar gaat over het basisprincipe stop en denk na. Hij gaat hiermee over jou en mij als mens tijdens de incidentbestrijding. Wat doet stress met je lichaam, je denkvermogen en je besluitvorming? En hoe kunnen FAPCM en situationele commandovoering jou helpen tijdens de incidentbestrijding? Antwoorden op deze vragen krijgen jullie van twee collega's van mij, lector brandweerkunde Ricardo Wewer en traineradviseur Jelmer Dam. Deze webinar is bedoeld voor elke brandweerman of vrouw. Speciale voorkennis is niet nodig. Wil je tijdens de uitzending reageren of vragen stellen? Gebruik dan de chatfunctie. Je krijgt dan via dezelfde chat een antwoord van ons. Na afloop staat er ook een kennisquiz voor je klaar. Namens de Brandweeracademie wens ik je een leerzaam webinar toe. Veel kijkplezier. Ja, dankjewel Brian. Een hele webinar over de mens centraal. Is dat nou eigenlijk wel nodig? Hè? In het kader van de basisprincipes, een hele webinar over de mensfactor. En nou, ik denk dat is echt een mijlpaal. Want in het verleden hebben we denk ik veel te weinig aandacht besteed aan ons als mens. Wanneer we incidenten bestrijden. Onder tijdsdruk, met stress, met alles wat daarmee te maken heeft. En dat gaan we nu rechtzetten. Wat heeft dat met basisprincipes te maken? Nou, het basisprincipe stop en denk na, ofwel neem iets meer tijd. Dat is eigenlijk het topje van de ijsberg. Dat is de mensfactor binnen die basisprincipes voor brandbestrijding. En daar zit een hele wereld achter, zoals dat met een ijsberg altijd. Er zit een hele wereld achter. En die wereld die hebben we eigenlijk ontdekt toen we onderzoek gingen doen naar commandovoering. En de aanleiding daarvoor was de brand in Moerdijk. Nou, die herinneren jullie je denk ik allemaal wel, die brand in Moerdijk. Want daar werd in de evaluatie gezegd, de brandweer die had daar afgeweken van zijn eigen procedures op talloze manieren. Maar wat we ook gedaan hadden, was naar aanleiding van die brand, hebben we met allerlei brandweermensen uit het hele land bij elkaar gezeten. Het was de eerste leerarena die we als brandweer organiseerden. En daaruit bleek eigenlijk dat iedereen zei, ja, maar weet je, wij hadden het eigenlijk allemaal net zo gedaan. En als dat dan zo is, als iedereen het op dezelfde manier zou doen, dan is er toch iets aan de hand wat een nader onderzoek waard is. Nou, dat hebben we gedaan. Groot onderzoek gedaan, dat is alweer een paar jaar geleden. Onderzoek naar commandovoering. En in die projectgroep hebben we allerlei deskundigen uit het hele land, binnen en buitenland, bij elkaar gezet. En die hebben gekeken voor wat is hier in de hand. Het eerste waar ze tegenop liepen was dat er een schat aan literatuur en onderzoek al gedaan is. Als het gaat over besluitvorming onder tijdsdruk. En het bleek ook dat daar al eerder over geschreven was. Hè? Alleen het was toen nog niet zo erg goed geland. Mijn voorganger Ed Omers heeft regelmatig blogs geschreven en ook gepubliceerd over situational awareness. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik het voor het eerst hoorde, situational awareness, wist ik ook niet precies wat dat nou eigenlijk dan moest zijn. Maar ook Ira Helsloot, Crisis Lab, die hebben ook gepubliceerd over de manier waarop besluitvorming plaatsvindt. Ze noemen dat recognition prime decision making. Dus dat wij als het ware besluiten nemen op basis van herkenning. En die hebben ook een model ontwikkeld, het FAPCM-model. Daar komen we straks ook nog eventjes op terug. Promovendus Jelle Groenendaal heeft onderzoek gedaan naar hoe dat in de praktijk werkt. En ook daar is een mooi boek over geschreven. Nou, al deze mensen hebben wij betrokken bij dit onderzoek. En het zou je niet verbazen dat met name die mensfactor een grote rol heeft gespeeld in de uitkomsten van dit onderzoek. En daar hebben we zo ontzettend veel van geleerd. Omdat we nu opeens begrijpen dat wij als mensen dus niet zo perfect zijn als dat we dachten. Dus dat we wel door kunnen gaan met nog meer informatie naar de OVD en de bevelvoerder sturen. Nog strenger selecteren op stressbestendigheid. Maar dat je uiteindelijk toch, het blijft mensenwerk. En dat betekent dat we valkuilen hebben. Menselijke valkuilen. En die gaan we dan ook in deze webinar wat nader uitdiepen. Zodat we goed begrijpen wat dat inhoudt. Want als je dat namelijk goed begrijpt, je onderkent het en je erkent het, dan kun je het er met elkaar over hebben. En als je het met elkaar over kan hebben, kan je ook een vangnet verzinnen. Kun je dus ook hulpmiddelen verzinnen om het jezelf makkelijker te maken als je in zo'n situatie bent. En het tweede wat je kunt doen, is veel beter evalueren. Je kunt in evaluaties ook daadwerkelijk met elkaar spreken over wat daar beter had gekund op het gebied van het inroepen van hulpmiddelen bijvoorbeeld. Nou, dit totaal noemen wij situationele commandovoering. Aan het einde van deze presentatie kom ik nog eens terug op wat dat dan precies is. Maar we gaan nu eerst kijken wat we dan precies allemaal gaan behandelen.
Maar laten we eerst even kijken naar het programma. We beginnen straks met een praktijkcasus en die zal worden ingeleid door Ben van Steenbergen. En die gaat ons meenemen in zijn zeer grote brand en wat hij daar allemaal tegen is gekomen en wat dat met hem heeft gedaan. Vervolgens gaat collega Jelmer Dam van de Brandweeracademie met ons in op de theorie, de mensfactor. En met name wat doet dat dan allemaal met jou als mens en welke valkuilen kan je dan eigenlijk tegenop lopen. Maar ook op de hulpmiddelen die je daarvoor kunt inschakelen, het, als het ware het vangnet. En een daarvan is het FAP-CM-model. Daarna zal ik nog eens de verbinding maken tussen wat we dan noemen situationele commandovoering en die mensfactor. En dan komen we aan het einde komen we nog weer eens even terug bij Ben van Steenbergen om te kijken in hoeverre al die theorie hem nou daadwerkelijk heeft kunnen helpen. Maar we beginnen dus met Ben en die gaat ons meenemen. Ben, fijn dat jij je zo kwetsbaar opstelt dat je met ons zeg maar, jouw casus wil delen. Zodat wij er ook samen wat van kunnen gaan leren. Vertel eens, wat was dat dan voor brand en wat deed dat met jou? Ja, dankjewel Ricardo. Ik neem jullie graag mee in ervaringen die ik heb opgedaan. En ik wil jullie even terugnemen naar een brand die ik heb gehad in Hedel in oktober 2019. Waarbij we een zeer grote brand hebben gehad die ik op pauze heb gezet uiteindelijk. Ik neem jullie even mee naar wat heb ik daar nou gedaan en hoe zijn we nou toch gekomen om dit besluit te nemen. Het is maandagochtend, uurtje of 10:30. Ik heb die dag een piket overgenomen van een collega van mij die wel vaker mijn diensten gunt. En dan ook meteen een groot incident aan mijn broek smeert. Altijd leuk. Uurtje of 10:30, mijn pager gaat en ik zie deze pagertekst. Grote brand, brandgebouw in Hedel. En ik zie 3 of 4 roepnummers staan. En de eerste twee roepnummers die sla ik eigenlijk een beetje op aan. En denk van, die passen niet in deze opschaling. Want die voertuigen die komen pas als 4e of als 5e in de lijn in de KVT voor deze locatie. Maar ik denk van, ja, ik ben gealarmeerd samen met de HOVD en ikzelf. Dus ik ga maar die kant op. Even voor jullie een plaatje, waar hebben we het dan uiteindelijk over? Rechts heb ik de A2, in het midden de 3 rode bolletjes, dat zijn de incidentlocatie. En links zie je de spoorweg Utrecht-'s-Hertogenbosch. Plaatje van de bovenkant van de incidentlocatie, het rood omlijnde is de schuur die uiteindelijk in brand staat. En de lijntjes die je eronder en boven ziet zijn de afstanden naar de blendende percelen. Aan de bovenkant 22,5 meter naar het naburige pand en aan de onderkant 3,5 meter naar de buurman. Eerste beeld wat ik heb, daar zijn filmbeelden van gemaakt. En die wil ik heel even met jullie even bekijken. Hè, zoals je hier ziet, kijk ze vooral eventjes. Heel veel rook, het hele pand staat van voor tot achter, komt rook uit. Alle kanten, alle kieren, alle gaten, daar bulkt de rook uit. Dit is eigenlijk op het moment dat ik een rondomverkenning heb gaan doen. Hier zie je me overleggen met de ambulancedienst en met de bevelvoerders. En de ambulancebroeder vertelt mij hier dat er nog mensen binnen zouden zijn. Vervolgens is er opgeschaald, opgeschaald en opgeschaald. En is er uiteindelijk grip 1 gemaakt en zijn er 6 tankauto's buiten te plaatsen geweest. En dit pand heeft zo een uurtje of 1,5 staan roken en ik heb hier ook besloten dat we hem dicht houden. We houden het doosje dicht, alle deuren, alle gaten, alle kieren laten verdicht. En we kopen tijd om water op te bouwen, om in ieder geval te voorkomen dat de brand over zou slaan naar de blendende percelen van de buurman of eigen terrein. Dit is een plaatje van de achterkant van het pand. En dan zie je dat er echt aan de achterkant heel veel energie in zit. Dat er rook uit alle gaten en kieren komt, wat je net ook aan de andere kant zag. En dit heeft het pand ongeveer 1,5 uur staan doen voordat de brand daadwerkelijk naar buiten kwam en een uitslaande brand is geworden. En in die 1,5 uur tijd hebben we aan de ene kant hebben geïnvesteerd om groot watertransport op te bouwen. En aan de andere kant hebben we manschappen aan de achterzijde laten wachten. En laten wachten in deze manier, zoals je hier ziet, wacht maar totdat de brand naar buiten komt. En dit is echt een moment dat die manschappen me misschien wel 10, misschien wel 15, misschien wel 20 keer gevraagd hebben. OVD, kunnen we niet naar binnen? OVD, mogen we niet naar binnen? En dat zijn hele lastige vragen, het zijn geen lastige vragen, maar het zijn wel vragen die als OVD's met je doen. Die druk
van mogen niet naar binnen, mensen buiten houden en continu uitleggen, we houden de brand dicht, we kopen tijd, want het is veel te gevaarlijk om echt aan die brand nu iets te gaan doen. Instortingsgevaar en allerlei dingen hebben jullie daar wel beeld bij. Uiteindelijk nogmaals anderhalf uur heeft hij zo staan roken en staan puffen voordat de brand uitkwam. En toen hebben we heel de middag nog nodig gehad om de brand onder controle te krijgen.